Als je binnen 10 seconden niet op je kamer bent, lig je uit de challenge. Anna! Anna, ben je boos? Oh. Iedereen, welkom bij onze nieuwe video. Mijn naam is Michiel. Mijn naam is Celine. Mijn naam is Anna. En Ella en Ise zijn er ook bij vandaag. Ja. Maar zij zitten in hun kleurkamer. Ja. Want vandaag is de challenge wie als laatste de kamer in één kleur verlaat, die wint de challenge. Inderdaad. Anna en Celine spelen de challenge samen in deze groene kamer. Dit is dus jullie kamer. Ja. Mooi hoor, heel groen vooral. En jullie zijn ook helemaal groen. Ja. Gaan jullie winnen? Ja. Dit is dus de groene kamer, achter deze deur. Dan stappen we helemaal naar de roze kamer en hier vinden we Ella. Wauw, oké, dit is wel echt roze. Ga jij de challenge winnen? Ja, kleren echt goed. En je hebt heel veel voorraad meegenomen en jij mag zeggen voor hoeveel likes we gaan. We gaan voor 20.000 likes. 20.000 likes, dankjewel. Ik ga nu eens bij Ize en straks kom ik terug. En als er iets is, moet je mij maar roepen. Ja. Oké, en dankjewel voor de rewind poster. Die heeft ook wel een beetje roze tinten natuurlijk. Hey. Veel succes, Roze Ella. En van de roze kamer gaan we naar rechts. Naar de witte kamer. En hier zit Ize. Wow, dit is echt wit. Wauw. Ja, heel goed gedaan. Ga jij de challenge winnen? Ja, tuurlijk. Het ding is, ik moet studeren. Ja, maar... Dus ik heb geen reden om weg te gaan. Dus ik moet hier sowieso blijven. Maar moet je niet naar het toilet of zo? Of krijg je geen dorst of honger? Daar is dus de witte kamer van Ize. Oh, Ize, je teen intrekken. Ja, goed zo. Hier is de roze kamer van Ella. En daar is de groene kamer van Celine en Anna. Ik zal het straks brengen. Veel succes allemaal. Wie gaat winnen? Ik kwam wel laat. En vooral duidelijkheid. Je voet mag niet over de lijn komen, anders lig je eruit. Wanneer mogen we eten? Ik heb honger. Ik ga pizza halen. Gaan we deze challenge winnen? Ja, toch? Ben je al naar het toilet geweest? Nee, maar ik word niet. Ik heb wel één probleem, want ik moest super dringend pipi doen, maar ik ben niet meer geweest. Maar we mogen dat niet te luid zeggen. Niemand mag dat weten. Jij moet die raam open doen en buiten pipi doen. Anna, dat gaan we niet doen. Dan kunnen we afspoelen met water. Ik zie nog een groen detail en dat is een medaille van een toernooi. Ben je die gewonnen of niet? Ja. Wauw. Anna wint alles. Oh. Ze gaat klimmen. Oh, onze bureau. Ben je gewonnen daar? Ja. Wauw, proficiat hoor. Nee. Oh, de aap komt uit de mouw. Uit deze mouw, ja. Dat want het is wel een heel grote mouw. Je was verloren of wat? Oh, kijk, Anna. Oh. Hey, buurvrouw. Kijk eens aan. Wauw, special delivery. Ik heb geen idee welke het is, maar het ziet er wel goed uit. Heb je ooit al een pizza gesneden in je leven? Ja, maar niet met zo'n mes. Ja, ik doe dat altijd met een schaar. Echt? Dat is echt een life hack. Ah ja, een pizza roller eigenlijk, ja. Maar een schaar is super makkelijk, echt waar. En dit is voor Ize, alsjeblieft. Dankjewel. Pizza delivery. Dank u. Ondertussen heb ik een vraag voor jullie. Welke kleur heeft jullie kamer thuis? Ja. Bij ons is het een beetje paarsachtig, donker paars. Ja, dat is het. En hier is het dus groen, roze en wit. Maar welke kleur heeft jouw kamer? Laat het weten in de reacties. Ik ben wel benieuwd welke kamer jullie het mooiste vinden. Dus ik ga alle drie de kamers tonen op zijn best. En jullie kunnen reageren onder deze video of jullie kiezen voor groen, roze of wit. Dit is dus de groene kamer. Voilà. Dit is de roze kamer van Ella. Ja. Heel roze. Wauw, het is een challenge. De kijkers kunnen bepalen wie de mooiste kamer heeft. Ga je winnen, denk je? Ja. Dus, vind je dit de mooiste? Reageer dan de roze kamer. Echt een mooie kamer. Bye. En dit is Ize haar kamer. Heel wit. Vind je Ize haar kamer het mooist? Reageer dan wit. Het is een challenge. Groen versus roze versus wit. Wij winnen, hè. Ik win. Je hebt wel een dier. Dit is groene interieurparfum. Dus dat moet je gewoon zo sprayen in de kamers. Als het stinkt, mag je de kamer verlaten. Ik heb nu 5 keer geduwd, denk ik. Dus ik ga nu 5 keer in een andere kamer. Zoveel, recht op ons. Moet ik nog eentje? Nee. Okay. Ella, het stinkt een beetje in de kamers. Nee. Dus, interieurspray. Nee, dat parfum. Voilà. Nee, dat staat interieurspray. Parfum, interieur. Ies, het stinkt hier ook een beetje, hè. Dus we gaan een beetje... Nee. Voilà. Nee. Wow. Dat is interieurspray. Dat is interieurspray. Eentje. Waar staat dat op? Ik moet dat eens opzoeken eigenlijk. Echt waar.
dat gaat hier stinken, hè. Dat is expres dat je dat gedaan hebt. Ja, ik heb dat ook expres gedaan. Iedereen staat klaar uit de kamer, want ik heb een leuke challenge. Wie als eerste een voorwerp uit de kamer gooit, dat start met de letter dat ik zeg, die mag 1 minuut lang gaan saboteren in een andere kamer. De letter... G, start. De G. Oh, dat is een goeie. Glazen bril? Nee, dat is gewoon bril. Dat is een Oh, en dat is... Een kop. Goed gedaan. 1 iemand mag 1 minuut gaan saboteren. Wat is saboteren? Ze gaan bij 1 iemand en dat is bij Ella. 3, 2, 1, go! Ah! Wat gaat ze doen, de saboteur? Wees flink, hè. Oh-oh. Nee! Niet alles... mijn lichtjes. Je mag ook dingen meenemen, dat hè. Dat neem ik mee. Anna, je hebt al niet veel gedaan. Je hebt nog 30 seconden. Ah! Ga weg! Oh-oh. Ella wordt woest. Nog 5, 4, 3... 2, 1, Anna, terug naar de kamer. Nee, Anna, ja. Anna, nee, te laat, terug naar de kamer. Nee, ik had dat. Nee, je had 1 minuut, terug naar de kamer. Ik had iets. Wat? Ik heb dat weggelegd. Kom, geef dat. Wat had je? Doe licht. Ja, neem dat dan licht mee, Anna. Je had dus dit licht, dat mag je meenemen, kom. Ga in de kamer. Anna, als je binnen 10 seconden niet op je kamer bent, lig je uit de challenge. Anna, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1. Let op tijd. Wat heb je allemaal gedaan? Ja, ze heeft echt weinig gedaan. Ze is veel te lief. Ja, ik denk dat Ella heel... Ella, huh? Ja, ik denk dat Ella heel de camera had afgebroken mocht Ella dat. Ja, maar Ella werd super boos. Ja, jij hebt mij weg. Jij hebt mij buiten gegooid. Ja, maar dat was wel ook al na 1 minuut en 30 seconden dat jij bleef ook staan. Het is tijd voor een nieuwe challenge en iedereen die de vorige video heeft gezien, heeft ook gezien dat wij de pikantste snoepjes ter wereld hebben getest. Ik heb er hier 3 bij. Niet zo luid, Ella gaat dat horen. Oké, ik zal niet zo luid praten. Jullie twee weten wel hoe pikant ze zijn. Ja. Op mijn keel. Maar jullie krijgen wel een beloning als jullie 1 snoepje opeten. Dan mogen jullie 1 minuut lang opnieuw... naar beneden gaan, gewoon rondlopen, saboteren. Jullie mogen 1 minuut de kamer verlaten. 1 minuut? 1 minuut. Voor zo'n snoep. Ja, maar je mag wel. Je kan naar, als je naar het toilet gaat, krijg je 5 minuten. Kijk. Oh. Zo vriendelijk ben ik nog. Maar enkel naar het toilet, dan weer naar de kamer. Ja. Willen jullie de pikantste snoepjes ter wereld proberen? En dan 1 minuut krijgen? Ik vind 1 minuut veel te weinig voor hoe die snoep is. Ja? Die snoep is niet... Maar Ella weet niet hoe pikant ze zijn. Dus als zij het doet, kan ze misschien uit de kamer lopen. Dat is wel grappig. En dan verlaat ze de challenge. Ik heb hier pikante snoepjes bij. Zo klein. Daar zijn ze. Gemaakt van de pikantste peper ter wereld. Als je 1 volledig opeet, mag je 1 minuut alles doen wat je wil uit de kamer. Nee? Nee. Misschien moet ik mijn voorstel aantrekkelijker maken. 5 minuten. Maar ik ga dat echt niet opeten, hè. Want Bram heeft dat geproefd en hij zei dat dat echt niet oké was. Dat echt niet normaal was. Ja, dat is ook niet oké. Kan je die pikant? Ben je Rewind aan het kijken? Ja. Oh, Ella, ik heb een challenge. Ja. Maar ben iedereen langs geweest? Ik heb snoepjes bij. Ze zijn niet zo lekker, daar ga ik eerlijk in zijn. Maar als je 1 snoep neemt... mag je 5 minuten lang uit de kamer, je mag iedereen saboteren en zij mogen de kamer niet verlaten. En ik kan al zeggen, ik heb al eentje opgegeten. Celine heeft ook al eentje opgegeten. Anna ook en Bram ook. Bram? Ja, Bram in de vorige video. Dus mijn vraag is, wil je snoepje en 5 minuten? Heb je Ize gegeten? Ize niet. Dat was smaken. Maar ik heb tegen Ize gezegd dat ze maar 1 minuut kreeg. Jij krijgt er 5. Ella is aan het twijfelen en je vraagt welke smaak het is. Ja. Het smaakt naar iets pikant. Het zijn jelly beans, die ken je toch? Ah, jellybeans. Ja, maar ze zijn niet zo lekker, daar ben ik eerlijk in. Ze is hard aan het twijfelen. Heeft Anna het net gedaan? Nee, gisteren. Heeft ze het gedaan? Gisteren. En wat was haar reactie? Anna, gaat het? Dat is niet normaal. Celine ook, en ik ook. Anna heeft net beslist dat ze het gaat doen. Ik vind wel nog 1 ding eerlijk om te zeggen. Dit is de pikantste snoep ter wereld. Stop mee. Als je het opeet, krijg je 5 minuten, mag je alles doen. Uh-oh. Oh, en doorslikken. Oh. Oké. Okay. Ja, Ella heeft het gedaan. Je krijgt 5 minuten, Ella. Waar is ze? Ze heeft als eerste melk genomen. Ze is wel buiten, hè. Ja, maar ze mag, hè. Ze krijgt 5 minuten. Vijf?
Ja. Ja. Hij zet er los in. Ben voor. Oh. Wil je nu mond of niet? Nee. Ah, wat heb je mee gedaan? Of weet het, nou ja. Heb je het in je mond gedaan? Heb je het ingeslikt? Ella moet even bekomen. Ah, ja, nog een beetje pikkelsoep eten. Dat is wel echt een goede remedie, hoor. Je moet brood eten, Ella. Echt waar, brood eten. Ai. Ella, je moet melk drinken. Water helpt niet. Gaat het? Ze begint er opnieuw door te komen. Dat gaat niet weg. Jawel, dat gaat wel weg, maar je moet even wachten. En als jouw pikant weg is, heb je nog 1 minuut over. Nee, is niet waar, hoor. Je krijgt dan pas 5 minuten. Ga weg. Zijn jullie boos op mij? Ja, heel boos. Waarom? Hallo, waarom? Nee, je maakt allemaal andere regels de hele tijd. Nee, ik voelde bij jullie zei ik 1 minuut. Jullie waren totaal niet geïnteresseerd. Bij Ize zei ik 5 minuten. Ik zei toch, omdat 1 minuut veel te weinig is. Nee, wat zei ik bij Ize? 10 minuten. 10 minuten, zei Ize. Dat kan. Dat is echt niet oké. En nu zeg je tegen Ella, je 5 minuten zijn nog niet begonnen. Chatten. Ik mag binnen gaan, ja. Ja, je mag binnen gaan. Ella mag binnenkomen voor alle duidelijkheid. Laat Ella eens binnen. 5 minuten zijn op. Ella is binnengeraakt in de groene kamer. Je mag hier dus saboteren, hè. 5 minuten zijn al lang. Nee, die 5 minuten zijn nog niet op. Oh. Anna mocht ook niet meenemen, hè. Ja, Anna mocht alles meenemen. Oh. Anna, jij mag wel de kamer niet verlaten, hè. Ella begint te ouder te worden. Oh, wat zeg ik dan? Ik kan niet. Hier, Ella, hier. Nee. Anna, hier blijven, anders verlaat je de kamer. Ize, pas op, want Ella mag saboteren. Ja, maar niet aan mijn papieren komen, hè. Wat zijn jullie aan het proberen? Mix. Oh, dat is echt heel stout. Nee, Nico! Ella wordt woest. Ella, nee. Ella, je hebt nog 1 minuut. Dat zijn echt de langste 5 minuten die ik ooit heb gezien. Ja, Ella, stop je kap of zo. Dat is een half uur. Oh, Ella. Ella is eruit. Jawel. Ik heb gezegd, voet over de lijn is uit de challenge. Anna, voet over de lijn is uit de challenge. Ook helemaal over de lijn. Ja, echt hè. Door jou is mijn ploegmaat super boos. Oh. Gedaan met het feest. Er is geen feest meer, hè. Ze praat niet meer. Ben jij ook boos? Ja. Waarom horen we Anna iets langer dan 5 minuten? Nee, per persoon verzin je andere dingen. Ja, ik kwam hier, maar jullie gingen het sowieso niet doen. Jawel. Oké, je krijgt 10 nee, minuten. Nee. Ah, voilà, dat zei ik. Voor ons was 1 minuut, voor Ella was 7 minuten en voor Ida was 10 minuten. Ja! Want dit kan wel je eisen nog. Maar ik wist dat jullie toch niet gingen doen. Jawel! Oké, je krijgt een half uur. Ik moet niet meer horen. En nu? Ik vertrouw je niet meer. Je wint de challenge als er 2 tegelijk is. Ben je helemaal gek? Ah, voilà, jullie doen het niet. 2 tegelijk. 1, ja. 1? Dan winnen we de challenge. Nee, dan krijg je een half uur. Nee, want... Je stapt uit de kamer! Céline wel. Uit de groene kamer! Kom maar mee, je bent niet meer welkom! Chokkes! Ik wil het dus, hè! Anna gaat treft op Michiel nu. Michiel is echt niet oké, hè? Hij zegt tegen iedereen... Kom maar aan zijn hang een beetje laten stinken. Ja, doe maar een beetje in de hang. Lekkere parfum. Hier. Dit is een boodschap voor Michiel. Je kan alles zeggen wat je wil en hij is hier toch niet. 1. Je bent... Niet meer welkom! Ja, je bent heel oneerlijk geweest. Ja. 5 minuten buiten Ella, dat was 10 minuten minstens. Ja. En dan zegt hij tegen ons... 1 minuut. Ja. Bedankt. Wil je nog iets zeggen tegen Michiel? Nee, we gaan hem straks wel afmaken met woorden. Goed. Anna, ga je pakken. Kom, wie ben jij? Ik ben hier niet meer welkom. Michiel, wat doe jij hier? Hij heeft genoeg gekregen. Kom, Anna. Kom. Hij heeft genoeg slaag gekregen. Heb je het begrepen? Ja. Dat meen je niet. Anna zat daar net 3 uur te zoeken naar het bakje op die ledstrip staat. Ja! Oh, groen. Ja! Ja! We hebben groene led.
red light. Uh-oh, ja. Nu gaan ze alles donker maken. Wauw, dit is wel groen, ja. Jullie hebben nu echt wel een groene kamer. Ja, ik moet bij Ella. Ella roept. Wat is er? Ik moet wel binnen een kwartier op de manege zijn. Moet je binnen een kwartier op de manege zijn? Ja, je weet toch wat dat wil zeggen? Ja, dan heb je die pikante peper voor niks gegeten. Wij hebben even zitten brainstormen. Kijk, dit zijn onze namen, Celine en Anna. En we gaan een bijnaam maken. Dus samen zijn we Nane? Nane of Nane. Nane. Want onze laatste twee letters zijn N-A. En Celine, dus Nane. Samen zijn we Nane. Team Nane wint deze challenge. Easy. Watch easy. Out. Yeah, must crazy. Ondertussen zit er weer een indringer in de groene kamer. Die ik weet niet wat aan het doen is. En voor wat is dat goed, meneer? Dan leg ik straks uit. Wat denken jullie? Dat we erin moeten zitten, wij wonen er niet uit. Ik kan je alleen maar zeggen, dat is fout. Ik ben net in elke kamer langs geweest. Ik heb overal een vierkant gemaakt. Ja? En ik ga de challenge meteen uitleggen. Hier ligt ook een vierkant. Ize heeft ook een vierkant. Jullie mogen allemaal naar jullie deur komen. De challenge is, jullie mogen allemaal een toren bouwen binnen jullie vierkant. In één kleur, dus in jullie eigen kleur. Wie de laagste toren heeft, die verlaat de challenge. Jullie mogen beginnen, jullie krijgen 5 minuten in 3, 2, 1, go! Oh ja, dit is wel heel slim. Ik ga niet te veel info prijs geven, maar hier hebben ze een bureaustoel. Ella heeft ook een idee. Je hebt wel 5 minuten, hè, dus je kan van alles doen. En je hebt steun van 2 katten. Ja, toch? Hallo. Hoe zit het hier? Oei. Ja, wel een goede toren al, hoor. Oh. Ik heb niks gedaan. Dit is Isehard toren. Dit ziet er ook echt al goed uit. Oh-oh. Ella, je gaat wel iets hoger moeten gaan. Je hebt nog 1 minuut. De anderen zitten al veel hoger en je bent uit je vierkant. 3, 2, 1, stop de tijd. Dit is een hele mooie toren. Hoe hoog is die? Is... 1,80 meter. We gaan er een beetje bij doen en ze gaan bang hebben. 1,50 meter. 1,50 meter. Je mag zelf meten. Oh, dank. En het is... 40. Bij jullie 1,80 meter. Bij jou 1,45 meter. En ik ga eerlijk zijn, wat een beetje vals gespeeld bij Ella. Want Ella, haar toren is eigenlijk maar 40 centimeter hoog. Het was om jullie te pranken. Dus Ella, je hebt je best gedaan, maar jij mag de challenge als eerste verlaten. En je moet ook naar de manege, dus je hebt eigenlijk 2 redenen. Oh. 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 Oh, wow. Tieners. Maar Ella... Nee! Maar Ella! Jullie hebben wel jullie toren snel afgebroken. En Celine en ik hebben ook gezien dat heel veel mensen die naar onze video's kijken niet geabonneerd zijn. Dus laat eens weten onder deze video, ben je al geabonneerd op ons kanaal? Ja of nee? En ben je niet geabonneerd en wil je abonneren? Want abonneer als je dan nog niet geabonneerd bent, is dat echt erg, hè? Zo zielig. Dat is echt zielig. Voor jou, nog arme. Maar jullie zitten in de finale! Yeah. In deze challenge mogen jullie gooien met dit. Richting dit. Ize gaat het straks ook doen. En wie de minste pogingen nodig heeft, die mag naar het toilet. Dat was poging 1. Oh, poging 2. Poging 3. Hey, jullie moeten wel jullie best doen, hè? Je mag naar het toilet. Elf. 25 pogingen. Stel je voor, direct goed. Nee, dat zou ze echt boos worden. Amai. Op mij. Dus ik mag niet weten wanneer zij, hè? Nee, je mag niet weten hoeveel zij hadden. Ah. Oh. Oké, okay. Dit ging heel snel. Zelf jij bent verbaasd, toch? Ize mag naar het toilet, we hebben het gehoord. Ik ging net zeggen, ik heb goed nieuws en slecht nieuws voor de groene kamer. Wat wil je eerst horen? Slecht nieuws. Slechte nieuws? Jullie mogen niet naar het toilet, ja, maar Ize wel. Het goede nieuws? Ja. Jullie liggen niet uit de challenge. Jullie kunnen nog winnen. Ah, oké. Okay. Bye. Ik voel hier de teleurstelling. Nee, maar het was maar voor een toiletbeurt. Ben je al terug van toiletbezoek? Ja. En is gelukt? Ja. Oké, okay. Veel studeerplezier nog. Celine moet naar het toilet. Sorry, Anna. Ik moet echt dringen.
Anna ga je niet toelaten. Anna? Als je naar het toilet gaat, verlies je de challenge, hè? Wil iemand naar het toilet? Nee. Jammer, hè? Hey, sukkelaar. Hé, jij raakte mij op mijn koptelefoon. Ik heb haar gebaard en ze nam direct op. Dus ze was helemaal niet aan het studeren en dan raakte ze direct af. Anna, kom dan. Kijk. Oh, ja, dat staat beeld. Kijk. Oh, ja, dat staat beeld. Anna heeft de challenge verloren. Anna, jawel. Anna heeft de challenge verloren. De challenge is gedaan. Het is gedaan. Het is gedaan. Nee, het is gedaan. Anna wil niet meer praten, denk ik. Ben je woest? Al, Ize en Celu zit op het toilet. Anna heeft de kamer al verlaten. Dus jij hebt de challenge gewonnen. Yes. Goed zo. Goed zo. Het moet je niet zien. Anna. Anna, ben je boos? Ze is boos. En ze heeft de kamer opnieuw verlaten. Ja, Anna stond uit de kamer, hè? Ja, daarom ging ik naar het toilet. De challenge was al ontdekt. Anna, rust. Anna, hey, je hebt het al supergoed gedaan, hè? Anna is echt boos, want het is wel een eigen fout, hè? Ze stond wel echt buiten de kamer. Ja, ik heb het niet gezien, ik was bezig met... En wat deed ze eigenlijk? Waarom? Dat is de vraag. Maar Izzy, je hebt deze challenge gewonnen. Supergoed gedaan. Anna is helemaal woest aan het worden. Anna lacht er dus ook als eerste uit. Hopelijk vond u het een leuke video. Vergeet niet te liken en te abonneren. Alles beweegt hier en wij zien jullie gewoon in de volgende video. Peace! Oh, dit is Anna.